Mik Harre verovert momenteel de hitlijsten met een nog niet eerder uitgebracht nummer van de legendarische André Hazes, Senior. De triomf van het succes wordt echter overschaduwd door een mysterieus telefoontje dat de feeststemming abrupt verstoort. Ruim twee jaar geleden ontving Mik een bijzondere tape van Joop Hazes, waarop vier nooit eerder gehoorde nummers van André te vinden waren. Met zijn eigen interpretatie van een van deze nummers bracht Mik het op de markt, maar tot zijn verbazing lijkt Rachel, de weduwe van André Hazes, hier minder enthousiast over te zijn. In een openhartig gesprek met privé deelt de zanger zijn gevoelens over de situatie. Het lijkt alsof de grond onder mijn voeten wordt weggevaagd door Rachel, vertelt Mick. Hij onthult dat een vrouw, die zichzelf aandiende als een vriendin van Rachel, hem telefonisch op de hoogte bracht van de onvrede bij de weduwe over zijn single. Volgens haar zal Rachel er alles aan doen om mijn plaat te boycotten. Ik weet niet of ze daadwerkelijk in staat is dit te doen. Maar ik ben niet blij met haar intenties, voegt hij toe. Mick heeft herhaaldelijk voorgesteld om met Rachel in gesprek te gaan en de kwestie op te helderen, maar elke keer kreeg hij slechts een ontwijkend komt goed als reactie. De vijandige houding van Rachel jegens Mick raakt hem diep. De vrouw aan de telefoon vertelde me dat ik de kant van de vijand had gekozen en dat Rachel me dit zeer kwalijk neemt. Zonder dat ik dat wil, dreig ik nu betrokken te raken bij de familieveten die na André's dood is ontstaan. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Het lijkt alsof Rachel nu de strijdbijl heeft opgepakt. Recentelijk opende Rachel een brasserie in de Spaanse badplaats ter ere van haar overleden echtgenoot, volkszanger André Hazes. Ze vervulde hiermee een paar van de wensen die André had geuit toen hij te maken kreeg met ernstige gehoorproblemen. Rachel deelt haar trots over het realiseren van zijn droom, waarbij ze enthousiast benadrukt dat het café zich bevindt op de plek waar André ooit zijn carrière begon als zingende barkeeper.